Hoi en leuk dat je kijkt. Vandaag hebben we een deel 3 van Wat Ruiters Denken voor jullie. Wij hebben nou een keer een deel 1 en een deel 2 gemaakt. En ik gok dat dit echt al een jaar geleden is. Heel lang. En heel veel van jullie hebben gevraagd om een deel 3. Dus wij hebben al onze gedachten samengeroepen. Maar ook jullie gedachten, want jullie hebben ons heel erg geholpen. Namelijk door onder de vorige video allemaal leuke ideeën te zetten. En die hebben wij eigenlijk een soort van allemaal gekopieerd. Ja, dus doe dat zeker ook onder deze video, zodat we een deel 4 kunnen maken. Anders lukt het niet. Ja, we komen niet uit. Maar goed, het idee is dus, wij hebben... In dit deel van Wat Ruiters Denken hebben wij allemaal gedachten op een rij gezet die voor ruiters als ons en jullie ontzettend herkenbaar zijn. En die hebben wij natuurlijk met een grappig tintje gefilmd. Zo, even het zadeltje goed leggen. Dit recht, kijk. Oké, singeltje, paard, hou eens op joh met dat been. Oh, dit gaat zo zwaar. Even al mijn krachten. Goed zo, paard. Volgende, 1, 2, ja. Oh nee, wat voor dekje heb ik nu weer open. Dit matcht helemaal niet. Met mijn shirt misschien? Oh, ook niet. Nee. Nee, het matcht niet. Oh, misschien het andere dekje. Want kijk, yeah, deze matcht wel. Deze, kijk, Bart, dit, kijk even. Ik denk, we gaan gewoon dit dekje opdoen. Die is veel, die matcht veel beter met wit en ja, het is echt zo. Dat is gewoon, weet je, dan duurt het maar een minuut langer. Zullen we maar matchen. Kijk, paard. Nummertje. En zelfs donkerblauw peesbeschermend. Mijn linker. Ja? Oh, hey. Ja, nee, ik zou je me straks even terug willen bellen. Ik ben dus net aan het opzadelen. Wat? Wat? Welke dag is het? Oh, jij zou rijden. Sorry, ik zadel er wel meteen af. Weet je, jij hebt maar 2 dagen. Oh shit, heb ik net helemaal opgezadeld. Zo dom van mij, ik ben het echt helemaal vergeten. Nee, ik heb gisteren ook gereden. Het is echt helemaal goed. Nee, hoe ben je er? Misschien ben ik er dan nog wel. Kunnen we samen het leuk zien? Zal ik je filmen of zo? Oh, je gaat vanavond. Oh, dan zet ik ze wel weer in de wei. Nee, dat vind ik best ook niet erg. Ik ga zo lekker nog even naar buiten. Ja. Oké, heel veel plezier. Oké, ik ben nou echt al 3 uur aan het vlechten of zo. En het lukt maar niet. En het is gewoon echt verschrikkelijk. Maar ik ben nou bijna klaar. Maar ja, even kijken. Ja, het wordt wel mooi. Ik denk dat de jury er wel blij mee is. Okay, ik heb er zo lang op gedaan. Even kijken. Maar... Shit. De mening. Oh, nee. Shit. Oh my god. Ik heb geen elastiekje. Nee. Oh. Ja, laat maar. Dit kan. Nou Max, als je nou even stil staat, dan kan ik eindelijk even. Oké, op het krukje. En daar gaan we. Hopsa. Dat ging best wel soepel. Huh? Oh shit. Ik heb nog steeds mijn pet op. Wat denk ik? Ik moet mijn cap op. Nou, weer eraf. Hopsa. Ugh. Ik sta er nog. Nee. Zet mijn cap op. Nee. Maak ze niet eten. Oh, dan mag ik weer opnieuw opstappen. Ja. Nou, dat ging nog best wel soepel. Ga Max, jip jip.
Oh, echt. Volgens mij heb ik al een tampon in gedaan, maar ja, ik weet niet. Dat voelt allemaal zo raar. Oh mijn god. Shit. Nee. Oh, ben je helemaal door? Nee, op mijn zadel. Ik woon bij pas een dekje, hoor. Oké, ik ga gewoon heel soepel van Max af. Ook heb ik super stijve benen, maar niet uit. Daar gaan we. Actie. Oké, het is enorm koud, maar ik moet nu van Max afspringen. Anders lukt het me niet meer. Oké, daar gaan we. Ik zie Johnny. Hallo Max. Smice! Max, kijk blij. Nou, dat wordt een mooie foto gemaakt, maar Max, doe je oren nou eens naar voren. Dit gaat gewoon niet. Je ziet het niet uit. Nee, naar voren. Minnie Mouse. Max? Het werkt niet, geef het op. Max. Ik heb hem getemd. Max! Ah nee. Ah, nu moet ik dat hele horloge opnieuw omdoen. Nou, dit kan echt niet. Nee, laat maar. Ah, die kan echt. Nou, kijk nou, Max. Oh, dat was het probleem. Oh, dus even goed dan. In 3 seconden. Daarom ging die de andere kant op. Nou, laat maar. Even goed doen. Ging makkelijker dan ik dacht. Zo, go. Oh, ik moet echt super nodig plassen. Oh nee, is die deur ook nog op slot? Doe nou open, kom op, open doen. Oh, wat nu? Oké, dan maar de stal in. Wacht, stop. Wacht, waarom film je? Ga weg. Waarom film je? Waarom kijk je? Ga weg. Nu, doe nou. Hallo. Ik film jou toch ook niet als je plast? Ja. Oké. Nu worden mijn benen niet nat. Oké. Wacht, zit je daar nou alweer? Hallo, doe normaal. Hallo, ik zal je krijgen. Klassieke buiging. Kijk jongens, dat is Job, mijn hond. En Job moet uit. Niet doen. Job, hou je in. Job. Job. Dat vind ik niet grappig hoor. Dan gaat hij je gezicht bijten als je dat doet. Ik denk niet. Joppie, doe dat je zo boos. Ik kan mijn kont kussen. Maar als jullie nou nog een deel 4 willen, laat even al die leuke ideeën onder in de reacties. Achter, onder in de reacties. En vergeet het woord achter altijd te noemen. Daarbij, wat jullie misschien nog niet weten ofwel, is dat wij nu een nieuwe Instagram hebben. Dat is Saressa Official. Saressa. Saressa! Dat is Saressa Official. Nou, wij hebben dus nu ook een nieuw uploadschema. Een vaste weer, net zoals vroeger. En de uploaddagen zijn nou woensdag om 3:30. En zaterdag om 3:30. En daarbij hebben we nog een ander heel leuk nieuwtje. En dat is dat er elke zaterdag. Een schedule bij komt! Yeah! We doen heel erg ons best en we zijn druk bezig met sketches filmen.
Dus, want het kost gewoon enorm veel tijd. En ja, een vlog neem je in een dag op wat je zeg maar normaal al doet. Maar een sketch moet je echt inplannen en een script wow, ik ga echt... Je gaat niet Engels. En een script maken en het kost gewoon zoveel tijd en moeite. Maar we doen het graag voor jullie, dus elke zaterdag om 3:30 is er een nieuwe sketch voor jullie van mij. Ja, we doen het graag voor jullie. Je zegt altijd graag. Ik ben niet maar alleen. Doei! Doei! Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren. Even een reactie achter te laten met jullie gedachten. En tot de volgende keer. High five. Dankjewel. Ik heb geen snoep.